de raspaardjes, de Valiant Fighters. Ik zal ze even loslaten, want het is gewoon geen gezicht natuurlijk, hè. Somebody to know.
De Valiant Fighters, jongens, het was geweldig. Prachtig allemaal. Jan Dijkhuis, jou eventjes. En ja, het is niet te geloven. Hans Brenenbeek. Harry Taken. Tom Meijer. En Albert Quist. Dat waren ze, de Valiant Fighters. Net van de bühne afgekomen met een spasje. Fantastische act. Ja, dat kon niet machtig. Prachtig. Woodstock Alive. Leefde het een beetje, Woodstock? Ja, we hebben ons best gedaan om het echt te laten leven. Daar hebben we ons echt in verdiept. We hebben gezocht naar nummers die daar een beetje bij passen. En de kleding hebben we... Ja, een prachtige outfit. Ja, prachtig. We hebben echt gepoogd... Dit is van oma. Die is van oma, ja. Die is van oma. Ja. Jan, die van jou is van... Van je dochter, zeg. Ik heb mijn dochter voor gezorgd. Ja. Ik kwam van Galen kregen. Jan, ik vind het fijn dat je er vanavond weer heel goed op stond. Want vorig jaar bij de Tour, toen schitterde je van de afwezigheid. Toen was je in één keer ziek en dan had je geen stem meer. Maar vanavond klonk hij als vanouds. Als een echte Jan Dijkhuis, als een echte Joe Cocker. Je leefde je helemaal in met Joe Cocker. Alleen die grimgrassen, die gekke... Heb je toch wat? Ja. Ja, dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Ja, met de jaren. Hij is nou 66, maar als hij 70 is, dan doet hij exact die bewegingen na. En hoe gaat het nu verder, jongens? Gewoon doorgaan. Heerlijk hoor. Gewoon doorgaan. Ja, tot we er beneden vallen. Hè. Ja. Wij sterven op het podium. Nou, vroeger hebben we maar 4 jaar bestaan. Van 1962 tot 1966. En nu zijn we al vanaf 2000 bezig tot 2012. Ja. Dus we zijn al 12. We hebben ons al 3 keer overleefd. Dus dat is toch heel knap, lijkt mij. Oké. Moet ik nog wat zeggen? Nee, je hebt al genoeg gezegd en je hebt al genoeg gezongen. Ik zou zo zeggen, ga weer lekker wat drinken, want je zult nu wel dorst hebben. Ja. Mannen, goed gaan! Je was vroeger of voor de Beatles, of je was voor de Rolling Stones. Er zijn maar weinig mensen geboren die voor allebei waren. Ik was persoonlijk een beetje voor, de Rolling Stones. Een beetje schoppen tegen de heilige huisjes. Ik vond de Beatles echt een beetje te netjes. Nee, doe mij de Rolling Stones dan maar. En de samenstelling van de band, anno nu, is vanavond Hilly Keizer de zang, Ron Bijland op drums, Jan Keizer solo gitaar, Hans Kok slaggitaar, en de bassist, die hebben ze echt helemaal uit het verre Apeldoorn moeten halen. Dames en heren, een hartelijk applaus voor. Hier zijn de Rolling Stones met Les Haricots. To LA.
Ik heb even gezocht in het publiek en wie trof ik daaraan? Jan Mulder. Niet geheel ontoevallig. Nee, Jan, want jij bent afgekomen op dit soort spektakel. Want dit is toch wel, wel jouw ding. En wat we net gehoord hebben, de Rolling Stones, Jan. Onder andere de Rolling Stones, maar ik vond het hele programma vanmiddag zeer de moeite waard. Het niveau lag behoorlijk hoog. En wat ik zo net zo leuk vond is, Les Harrikos, die bracht de Rolling Stones op een wijze die je niet vaak zou meemaken. Hoe vind jij dat? Ik vind dat leuk, want... Ze hadden een andere inbreng. Ja, want ik bedoel, als je tegenwoordig een coverband ziet van de Stones, dan is het imitatie zoals de Stones, laten we zeggen, de laatste 20 jaar spelen. Maar ging je in de jaren 60 naar een dansorkest, dan kreeg je de Stones gepresenteerd zoals we net gehoord hebben door Les Harrikos. En dat is voor mij gewoon uniek. Dus deze... muzikanten verdienen toch een pluimpje van jou. Zeer zeker een misschien voor hun wel onverwacht applaus. Want op deze manier zul je een Stones uitvoering niet gauw meer meemaken. Dit is authentiek jaren 60. Jan, je bent nu ook binnen de radio binnengekomen met een heerlijk item. Jans Rolling Five. Ja, dat klopt. En jij brengt een wekelijks item van de Rolling Stones. Ik breng een wekelijks item uit mijn schatkist. Want ik heb de afgelopen 40 jaar heb ik zo'n beetje alles verzameld over de Rolling Stones. En er zitten heel wat leuke dingen bij die ik niet alleen voor mezelf wil houden. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, iedere maandagavond tussen 7 en 9 luisteren naar 60s Live op de Deventer Radio. En dan zit jij in het tweede uur, dan komt jouw item voorbij? Ik zit in het tweede uur, ik verwacht iets na 8. Iets na 8. Kijkers en luisteraars van de Radio 60s Live bij de Deventer Radio. Luister naar Radio 60s Alive, want het is een heel gezellig programma. We duiken terug in die 60er jaren. In het eerste uur hebben we Harry Svetvoort, de tegenhanger van de Rolling Stones, de Beatles. En we hebben deze man, Jan Mulder, die dan het item verzorgt over de Rolling Stones. Jij gaat vertellen, met de teksten erbij. Ik leef de teksten aan, allerlei anekdotes die mensen helemaal niet weten. En... ook buiten de Rolling Stones valt er veel te genieten uiteraard. Want het is niet alleen de bekende nummers die je dagelijks op Radio 3 hoort of andere zenders. Maar hier wordt echt gezocht naar 60's juweeltjes. En die juweeltjes zijn hier ook nog een beetje te vinden? Die zijn overal te vinden voor de goede zoeker. Jan, ik zou zo zeggen, geniet verder van deze bijzondere gezellige avond. Dat ga ik zeker doen en ik wens jullie net zoveel plezier als ik. Ja? Dankjewel, Jan Mulder. Because I'm not
ook nog even een paar muzikanten van de bühne geplukt. Jan en Hilly. Ja. Leuk dat jullie ook nu weer de acte brisance gaven. Gelukkig wel, hè. Van de Rolling Stones. Ik mag jullie al wel vertellen dat het heel goed ontvangen is. Dankjewel. We hebben net een hele kenner van de Rolling Stones gehad en die zei van... Het was een hele goede interpretatie. Dankjewel, dat is hartstikke leuk om te horen. Want je kunt natuurlijk nooit de Rolling Stones evenaren zo. Dat kan niet. Nee. Ik rook ook niet zoveel stuf dan. Ja, dat niet zo. Zouden we bakken met geld verdienen. Ja, ja, dat zeker. En hoe gaat het met jullie? Gaan jullie verder met... We gaan verder. We zoeken een vaste bassist. Jullie een basgieter is. Ja, we zoeken een bas. Sinds onze bassist overleden is, lukt gewoon niet om een bas te krijgen. Nou, mocht er een van de kijkers zijn natuurlijk die een goede basgitarist weet, Les Erico heeft er eentje nodig. Als jullie een basgitarist vinden, gaan jullie sowieso door. Ja, dan kunnen we weer verder met het programma. Dan kun je niet, met een bandje gaan werken van een bas? Ach, een bandje, dat is jaren 2000 zoveel. Een cd erin, kijk eens mama met losse handen en de muziek die speelt er al. Dat is geen succes. Maar mochten jullie stoppen met... Nee, we stoppen niet. Wat dan? Nee. Als het normaal zo blijft zoals nu, dan gaan we gewoon doen. Nou, dat is nou echt, dat zijn muzikanten van echte raspaardjes hier in de manege in Embattum. Ja. Zeg, ik zou zo zeggen, geniet nog even verder wat er allemaal verder komt. En zie ik jullie volgend jaar nog op de stoep bij, want... Je komt toch wel eens in dok. Ja, maar dat... Ik kom in dok. Op de stoep bij. Ondertussen ook al bekend, dus... Ja. En jullie krijgen ook nog de groeten van Dirk Kok. Daar zijn we van de week geweest. Leuk. Hartstikke leuk, ja. En die zei, mocht het ooit zo gebeuren dat je de gitaar neerlegt, doe dat nooit. Want er zijn altijd mensen in het tehuizen die heel graag zouden willen dat ze een beetje wat voor hun zingt. Wij staan overal voor open. Dus als Dirk Kok wat weet, die ken ik van voren. Dat is ook gedaan. Dat is ook zo'n muzikant, hè? Ja. Ja, een rasmuzikant. Die stopt niet. We hebben dat vroeger gedaan met de Jantjes en de bonte dinsdagavondtrein en zo. Oké. Nou, veel plezier. Bedankt. Ja. Maak er een gezellige avond van. Doei. Je ziet het dan weer. We gaan weer verder kijken wat er zoal in de manege plaatsvindt. En we gaan weer een nieuw slachtoffer zoeken.